meneer, mag ik een klein vraagje stellen? Ja, ik ben van de Straatpraat van GPTV. Als u iets koopt en u moet afrekenen, betaalt u dan cash of met de pin? 90% cash. Bijna nooit pinnen. Waarom niet? Ja, waarom niet? De ouderwetse, denk ik. Van vroeger uit gewend altijd met gewoon geld te betalen. Ja. En, ja, ik pin niet, nee, dat zit er niet echt in. Nee. Contant. Contant. Ja? Ja. Maar waarom niet met de pin en contant? Dat ik dat niet handig vind. Nee? Dan kan iedereen meekijken naar mijn pincode. Ja. Beide. Timmer kijkt wat het bedrag is. Ja. Ik denk over het algemeen met de pinpas. Ja? Ja. Zoals hier op de markt zorg ik dat ik contant heb. Ja. Omdat niet ieder kraampje een... zo'n ding heb. Pin. Zo'n pin, apparaatje. Pin, ja. Maar over het algemeen pin. Ja. Ja. Hangt er vanaf. Op een markt kan je haast niet pinnen, dus dan betaal ik contant. Ja. En in de winkel pin ik. Ja. Als het kan met de pas en als het echt moet en ik wil iets echt, dan ga ik wel eerst pinnen en dan met contant. Ja. Dus de voorkeur heeft voor jou het kaartje? Zeker, ja. Ja. Gemak. Gemak. En voor de winkels die vragen er ook om. Pinnen mag. Ja, precies. Hier op de markt, contant. Ja, ik heb bijna nooit contant bij me, dus ik wil altijd wel graag pinnen. Ja. Ja. En dan verdwijnen er steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld. Wat vind je daarvan? Dat is onhandig eigenlijk. Ja, dat is onhandig. Ja, ik bedoel, als je dan ergens niet meteen kan pinnen, ja, dan moet je toch wel ergens snel naartoe kunnen om eventjes cash te halen. Waardeloos. Want waar ga ik het dan halen? Ja, ja, dat is niet praktisch. Nee. Nou zie je natuurlijk wel vaker bij een HEMA of een bij supermarkten zie je nog wel. Dus ik hoop dat dat dan blijft, want anders wordt het wel heel lastig. Eigenlijk te weinig. Ik merk er weinig van. Ja, vind ik een slechte zaak, zeker voor oudere mensen. Ja, dus ik denk dat daar veel te weinig aan wordt gedacht, aan oude mensen. Ja. Hoe moeten die mensen hun geld ophalen? Oh, wat wordt gebracht door de bank, dat was in eerste instantie nog wel vaker. Maar dat gebeurt op een gegeven moment ook niet meer. En dan moeten ze maar zien dat de kinderen dat doen of wat dan ook maar. Vind ik gewoon een slechte zaak. Ik woon hier dan op een dorp. Nou, en daar is, je kunt bij een winkel, kun je dat dus ik dan geld krijgen. Ja. Dus je ziet het niet zo als een probleem? Nee, je moet geen problemen maken, je moet leven. En dan is het al je goed.